bent kapot eigenlijk. Je zit hier op je laatste krachten. We wielen je zo naar buiten. Nee joh, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Echt waar. Ja, ik krijg er ook energie van. Hé, wat zie je er wel? Ja, het valt me wel op, ik heb een lote gast gehad die er zo vaak zei dat hij het leuk vond om hier te zijn. Oh, ik denk toch dat ik reiskosten ga declareren. Sorry, ja. Nee, ik heb net gezegd, laat maar zitten. Weet je wel. Vrijdagavond, na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd voor Extra Weekend. Ik heb wel krokus in de voortuin staan. Ik voel hem al. Ik voel mijn krokus al, de hele week. Ken je dat? Dat je gewoon denkt, zochtens, nou, volgens mij kan het niet lang meer duren. Ga jij je krokussen? Nou, ik wil eigenlijk proberen iets te doen. Ik wil een narcisse. Iemand die er trouwens alles vanaf weet. Daar is hij weer. Kippen. Ik weet meer van de krokussen dan van de narcissen. Jij zit meer in de aarstulpen, toch? Hoe lang heeft het geduurd? Hebben we een record? Ja hoor. Oh. Ja, trouwens, Vampire Weekend. En Holiday. Even officieel, hè? Voor. Laten we vooral niet vergeten waarom we hier zitten voor het af- en aankondigen van nieuwe frisse plaatjes. Ouderwets concept, hè? Ja, gewoon eigenlijk langs de vrijdagavond Radio 3FM met zometeen een Neon Freeze. En hou je dit aan, Chibbert, gedurende de uitzending? Nee, het gaat uit. Het gaat allemaal uit. God, het gaat uit. En let op, let op. Nee! Ja. Hou op. Hij heeft een V-hals aan. Chips maken. Met borsthaar voor jou. Met borsthaar eronder. Ja. Die man is nog in staat om bij lingo, bij V ook V-hals te zeggen. Ja hoor. Nou, dat zijn 6 letters. Ja, dan gaan we het zo nog even over hebben, over lingo. Man, met je dakterras. Jackson. Nee, heeft hij het woord dakterras in de mond genomen? Jongens, let op. Hij komt dus gistermiddag op kantoor binnen. Gisterochtend had hij de opnames van lingo, wat hij had gekregen als verjaardagscadeau. Wie wilde nou lingo voor zijn verjaardag als verjaardagscadeau? Hij dus. En hij zegt, juist, het was 6 letter lingo. Zo al een jaar of 7, 8, 9, 10, weet je wel. En hij zegt, krijg ik de D, was dakterras helemaal niet goed. Hij heeft gewoon echt dakterras Zegt dan Foxpro of zo. Ja, Foxpro. Fappen. Telos. Nee, is 5 letters. Fappen ook. Heb je fappen gezegd? Nee. Die arme Lucille. Wel 6 letters. Ja, nee, daarom. Ik heb erop op geoefend, maar ik kreeg het woord met een F niet. Heb je geoefend op fappen? Ja. Je hoeft het al jaren op fappen. Weekend! Van harte feliciteren met je overwinning. Dames en heren, Michiel Veenstra is de popdokter van 3FM. Ja, even een vet applaus. Sorry. Ja, wat ik wel leuk vind, is dat dit was de 5e of de 6e keer. Het zal de 5e zijn geweest. En 3 keer goud voor jou en 2 keer voor mij. Dus, je moet nog 1 keer, dan staan we gelijk. Nee, het allerbelangrijkste vind ik, de muziekkenners van 3FM. Die zitten hier. Ja. Nu. Hier. Bier te zuipen en chips tevreden. Extra Weekend. Met Niek Mondfames. In Extra Weekend Radio 3. De grap van Gerard Ekdom, waar we al 5 jaar op wachten. En de allervetste tease van Michiel Veenstra. Waar ze bij Z100 jaloers op zullen zijn. Oh, lekker hoor. Spannend. Oké dan. En daarnet hoorde je de Radio 3 even. Ja, dat klopt. Oh god, je had het jarenlang gedaan. Dat was hij. Hey, volgende week. Goed. Oh, ja. Het extra weekend weerbericht van het station Radio 3 FM. Vanavond is het regenachtig,
Vannacht wordt het in het noorden het meest droog. Daarbij ontstaat lokaal mist. De temperaturen komen niet lager dan 4 tot 9 graden. Morgen valt opnieuw van tijd tot tijd regen. Het blijft wel zacht met 6 graden op Vlieland tot lokaal 12 graden in Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. Het waait morgen hooguit matig uit het zuiden tot westen. En in het noorden komt de wind uit verschillende richtingen. Oké, dit was het extra weekend weerbericht. Voorgelezen door Niek Montanus. Ik ga weer snel terug naar Nederland 1. Joep, mannen, het was mij een waar genoegen dit te mogen doen. Nou, alles wel. Een hele goede show. Buiten van Niek. Extra weekend. Brievenbus. Hallo, Ekdom en Veenstra. Start me even, een zielig muziekje staat erbij. Een zielig muziekje? Een zielig muziekje. Oh, is het echt zo erg? Ja. Man. Ja, ik snap ook wel waarom eigenlijk. Een zielig muziekje. Nou, wij zien afwachten van een zielig muziekje, presenteren wij een lijzig muziekje van Donald Veen. Onlangs kregen wij bericht dat de oh zo mooie, fantastische, lekker in de hand liggende gepimpte bekertjes zijn overleden. Hier waren wij zo kapot van dat we het even niet meer wisten. Maar toen zagen we het licht. De een begon diep na te denken en de ander schetste erop los. Ontwerpen werden bedacht en meteen op papier gezet. Ach. Wekenlang waren ze bezig om dit resultaat te bereiken. Want met deze nieuwe gepimpte bekertjes kun je terug naar het verleden als nooit tevoren. Enjoy en tot vroeger. Liefs en een kusje voor Chibbe. Marleen en Lisanne. Ik heb de mijne nog, maar het is inderdaad meer een eierdop dan een beker nu. Nou, die van mij is dus, die van mij is gewoon weggelazerd. Ja. Maar hierin zitten dus de nieuwe vroeger bekers. Moet het, kan het muziekje weer uit of niet? Ja, dan mag gelijk van de testen. Ja, vind dat hij lekker op de microfoon gooit. Sterker nog, alles is ineens zwart-wit, dus ik heb het idee dat het werkt. Denk het nog. Ik dacht zojuist nog een chip in mijn mond hebben gestopt. Lijkt toch een stuk bloembol te zijn. Ik heb net nog de schillen afgehaald. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Sterker nog. Nou ja. Ik had last van de obstipatie. Mijn dokter zei dat we voortaan de bloembollen moesten pellen. Nou, toch maar even voor een zit, hè. Even gepeld. Ik moet zeggen, het sprook lekker door. Hij doet het, Ik weet ook nog. Het was heel langdradig. Ik haalde al dat spul eruit. Of dan kwam je terug van een krantenwijk en dan moest je gloeiende cassetten weer uit de koppen halen, omdat het weer fout was gegaan. Ken je dat? Ja, dat ken ik. Oh. En mensen namen ook van de radio. Oh, sorry. We zitten nog even in de voetbal. Mensen namen van de radio op de cassettebandjes. Dat klopt. En dan kon je dat doorverkopen op het schoolplein. Maar nu zitten er allemaal die nare discjockeys doorheen. Sommige liedjes kennen je ook alleen maar omdat je wist, hier gaat Lex Harding lullen. Ja, precies. En dan dacht je dat ik bij het intro hoorde. Ja. Denk je, gok. En dan kocht je de single, dan mis je Lex Harding. Nee. Je kan hier beter horen allemaal. Nee, het is allemaal zenuwachtigheid dit. Is het zenuwachtigheid? Ik word zo nerveus voor jullie. Maar het is zo leuk om hier te zijn. Nee, ik vind het leuk om te doen. En het wordt goed ontvangen, dus ik ben er heel blij mee. Wat is het, het is altijd eng als je zoiets doet. Wat zijn dan de recensies? Ben je daar nog bang voor? Of maak je ook eigen ruk uit als je het zelf maar leuk vindt? Ja, eigenlijk is dat wel, volgens mij zit ik hier ook in een programma waarbij dat geldt.
toch? Ja, je zit hier voor het poen natuurlijk. Nee, maar je maakt het met een leuke groep mensen en dat doe ik ook. En als wij het naar ons zin hebben, dan vind ik het echt te gek. Sterker nog, maar... als wij ontslagen worden hier, dat we gewoon elke vrijdag gewoon terugkomen, of nog. En dan kom ik ook, hè? Ja, dan kom je ook. Welke keet jullie ook zitten, ik rijd er naartoe. Heel goed. Ja, het is vrijdagavond. Half negen. 9 over half 9. Oh, nee, fuck! Oh, en Michiel zijn er klaar voor. Helemaal. Toch? Ja, het is tijd voor de wisseling van de wacht. Mijn attributen pakken. En dan nu gooien zij zo snel mogelijk de koptelefoons van hun hoofd. En rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de 3FM-studio. Ik laat weer een bier vallen. Nee, zonde. Van het bier. Waar dan? Ja, links. Nog waar? Even tijd om uit te hijgen. Iedereen weer op zijn plekje. Oh. Mooi, tijd om verder te gaan. Ik zeg dat ik het ontzettend leuk vind om hier te zijn. Maar niemand luistert hiernaar, want dit is buiten die show. Dus als je iets wil zeggen, eigenlijk al jaren, over iemand wat je nooit had willen zeggen, dan kan je het nu doen. Nee, ja, ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Vuile, vieze, smerige liar dat je erop loopt. Dat is echt waar. Maakt jou ultiem gelukkig? Och. Dit soort vragen. De zon die doorbreekt. Een vers kopje thee. Mijn vrouw. Ah. Eva. En het team waar wij mee nu werken bij de Daily Show, dat is echt onwaarschijnlijk. Daar zitten allemaal mensen bij die 3 maanden geleden nog geen idee hadden dat ze dit gingen doen. En die groep die we daar hebben gecreëerd, daar word ik gelukkig van. Kijk. Ja. Oh, jouw leven is eigenlijk een feest. Hier spreekt een heel gelukkig mens. Ja, maar echt. En dan ben ik nog niet eens bij het punt dat ik ga zeggen dat ik ontzettend blij ben. Om hier te zijn. Ja. In jouw receptie met Jean-Paul. Jean-Paul. Daar gaan we. De typemachine. Waarom mag ik nou ook nog dat cassettedek naar beneden? Omdat je het zo leuk vond dat je hier was. Omdat jij het bent. Omdat jij het bent. Maar let erop, dit is een high speed, hè? Dus je moet extra hard. High speed, dummies, je moet wel even een aanloop nemen en heel hard werken. Ja, een aanloop. Komt ie? Nee, aanloop! Oh, op het dak! Inclusief bushokje. Op een fietshok! Hij is op het... Nee, maar echt! Sorry, ik ken mijn eigen krachten niet. Oh! En mooi hoor, ik vind het bonuspunten. Dames en heren, Jan-Jaap van der Wal!